Ik ben Jennifer van Tuinplezier en vandaag heb ik een kamerplanten Q&A. Ik heb heel veel vragen van jullie binnengekregen, heel uiteenlopend, maar ik heb ze een beetje gebundeld in een paar vragen die alles gaan beantwoorden. De eerste vraag die ik ga behandelen gaat over water geven. Ik heb er echt heel veel binnengekregen over water, zoals deze. Ik geef mijn planten denk ik toch te veel water. Als je het hebt over een scheutje in de week, wat bedoel je dan? Hoeveel is een scheutje? Ja, dat is best wel een lastige. Kamerplanten water geven, dat is een dingetje. Het belangrijkste is om na te gaan, waar komen ze nou eigenlijk vandaan? Bijvoorbeeld deze cactus, die komt natuurlijk uit de woestijn. Maar andere planten komen bijvoorbeeld weer uit de jungle. Daar kun je heel veel uithalen hoe jouw plant ook water nodig heeft. Een cactus bijvoorbeeld heeft een scheutje nodig. Wat je ook altijd even van tevoren moet doen, voordat je planten water geeft, even voelen. Goed aan de grond voelen, echt met je vingers in de kluit. Heeft hij wel water nodig of is hij nog droog? Ik doe zelf ook vaak nog even optillen. Het gewicht, want daar kun je ook heel vaak aan voelen. Zit er nog veel water in, ja of nee? Want dan voelt hij zwaar aan. Ga je hem water geven, dan is een scheutje ook letterlijk echt een scheutje. Je pakt je gieter en je giet er een scheutje in, zoals je eigenlijk een scheutje olie geeft. De jungleplanten bijvoorbeeld, die hebben wat meer nodig. Daar ga je wel echt even met de gieter de pot rond, zoals ik dat zeg. De kluit moet een beetje vochtig aanvoelen aan de bovenkant, dus je gaat met de gieter rondom. En daarnaast heb je ook nog de planten die wat meer water nodig hebben. Die laat je bijvoorbeeld even drinken op een schoteltje. Mag je eventueel ook dompelen. Als je een schoteltje water neemt, dan zet je hem daarop en dan zuigt de kluit al het water op. Even uit laten lekken en weer terugzetten in zijn mooie pot. Ook heb ik heel veel vragen gekregen over de standplaats van kamerplanten. Zoals deze vraag. Wat is een lichte standplaats? Moet dat dan per se voor het raam? Nee, dat is niet altijd zo. Wat kamerplanten vaak wel van houden is van voldoende daglicht. En daglicht wil niet zeggen direct zonlicht. Direct zonlicht heb je vaak wel bij een raam of op een vensterbank. Daar kunnen bijvoorbeeld wel cactussen staan. Je hebt eigenlijk verschillende fases in je huis. Daglicht is eigenlijk wat je hier ziet. Gewoon het licht in je huis. Ongeveer een meter of drie van het raam is vaak een lichte plaats. Van 3 tot 5 is een half schaduwplaats. En vanaf 5 meter is echt wel een schaduwplaats. Er is ook nog een verschil of je het licht van buiten, of het van de noordenkant komt of van het zuidenkant. Van het zuidenkant heb je vaak veel daglicht, maar komt het van het noorden, dan houdt het daglicht wel na ongeveer 1 meter of 2 wel op. En dan moet je planten toch wel wat dichter bij het raam gaan zetten voor voldoende daglicht. Het is natuurlijk ook wel lastig om te bepalen welke plant zet ik nou waar. Maar als je deze regel in de gaten houdt, dan gaat het 9 van de 10 keer goed. Hoe donkerder het blad, hoe donkerder dat die kan staan. Heb je lichte bladeren en wat tekeningen in een blad, zet ze dan ook zo licht. Dan houden ze ook die mooie kleur. Nog een goede vraag die ik heb gekregen is deze. De bladeren van mijn Alocasia cebrina worden bruin en geel. Hoe komt dat en moet ik ze wegknippen? Het is belangrijk om even na te gaan waarom worden ze bruin en geel. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Ga eerst even na waardoor komt dit nu? Zitten er beestjes op? Staat die in de tocht? Is het misschien de kluit die wat te vochtig is? Het zijn allemaal dingen die je gewoon kunt voelen en kunt kijken. Wat vaak wel gebeurt bij een Alocasia cebrina bijvoorbeeld, is dat ze iets te nat gezet worden. Want je denkt, oh, hij moet best wel veel water hebben. Dat is niet zo. Het is een knol en daar heeft hij best wel veel voedingsstoffen en water in opgeslagen. Het beste is om hem water te geven 2 keer in de week. Ongeveer om de dag even voelen, heb je iets nodig? Voelt hij nog vochtig, dan sla je hem over. Voelt hij echt wat droog? Dan geef je hem water. En als je bruine plekken erop krijgt, dan kan het ook zijn dat er net iets te veel zonlicht op komt of dat er te veel droge lucht is. Dus voel en kijk gewoon en je kunt vaak zelf achterhalen wat er aan de hand is. Door naar de volgende vraag. Hoe weet ik wanneer het tijd is om mijn strelitje om te poten? Nou, eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk, want je hoeft ze helemaal niet zo vaak over te planten. Als je over gaat planten, ga je voeding geven en dan gaan ze alleen maar heel hard groeien. Zitten ze binnen de kortste keren tegen je plafond aan. Het beste is eigenlijk in het voorjaar om ze over te poten. Dan tik je ze uit de pot, geef ze 1 maatje groter, wat verse aarde. En dan kan hij weer er tegenaan met wat groter en wat meer aarde. Doe dat liever niet in het najaar, want in het najaar gaan ze de ruststand in. In de winter staan planten stil. Dus probeer dat voornamelijk in het voorjaar te doen. En eigenlijk is dat met de meeste kamerplanten zo. Dus overpoten niet te vaak doen en het liefst in het voorjaar. Oh, deze is ook wel een hele goede vraag. Want daar hebben wel meer mensen wat last van, volgens mij. Ik heb last van vliegjes en ze gaan maar niet weg.
Ik heb de plant al geïsoleerd, kaneel gestrooid, potgrond verwisseld, maar niks helpt. Wat nu? Nou ja, die vliegjes, dat is de rouwmuglarf. Die wordt in de grond gestopt, of althans de vliegjes leggen de eitjes in de grond en daar komen larfjes uit. Die vreten organisch materiaal op. En dat is vaak doodmateriaal. Maar mocht er geen doodmateriaal meer zijn, dan eet ze ook de levende worteltjes aan. En dan ga je het ook echt pas zien aan de plant. Meestal zie je in het begin alleen die vliegjes uit de grond komen. Die zijn heel erg irritant, want ze leggen wel 300 eitjes op een dag. Dus er komen heel veel vliegjes. En ik zie dat je al wat meer hebt geprobeerd, maar als je dus ook nog kunt proberen, is gewoon drogen. Want die eitjes en die larven kunnen niet overleven in droge grond. Nou hebben sommige planten daar wel wat moeite mee. Dus als je die planten hebt, dan kan je misschien ook nog mierenpoeder proberen. Dat doe je oplos in het water en dat giet je dan. En dan zouden de larfjes ook dood van gaan. Dus succes ermee en als het kan, laat je plant zoveel mogelijk drogen. Want daarna trekt je plant gewoon weer bij. Nou, gaan we alweer naar de laatste vraag van deze Q&A. Ik heb een nieuwe badkamer en ik wil daar graag een plant. Er is een klein raam aanwezig en heb je een tip? Jazeker! Het belangrijkste is inderdaad dat raam. Er moet een raam in de ruimte zijn, want er moet daglicht binnenkomen. Anders kun je alleen maar kunstplanten er neerzetten. En zeker zijn er ook planten die daar heel goed tegen kunnen, want je hebt vaak een hoge luchtvochtigheid. Let wel, je zet misschien wel eens een raam open in de badkamer, dat er in de winter koude lucht binnen kan komen. Dus neem een beetje stevige planten. En anders moet je opletten dat hij niet op de tocht komt te hangen, want een badkamer is vaak wel wat warmer als je de verwarming aan hebt zitten. Aan hebt staan. Wat de planten heel goed kunnen zijn bijvoorbeeld de varens. Er zijn verschillende varens die met wat minder daglicht tegen goed kunnen. Dus die kunnen goed tegen hoge luchtvochtigheid. Palmensoorten, maar ook een hele leuke klimplant, dat is de epipremnum. Dat is een hangplant. Skindapsis is er ook zo'n soortje en die kunnen daar heel goed tegen. De hoge luchtvochtigheid zorgt dat ze voldoende water krijgen. Je checkt ze even één keer per week of ze extra nodig hebben. En vaak staan ze in de badkamer al vochtig genoeg, dus hoef je ze maar één keer in de twee weken water te geven. Dan gaat het helemaal goed komen met de planten op de badkamer. Bedankt voor het kijken voor onze allereerste kamerplanten Q&A. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik ben benieuwd wat jij er ook van vond. En heb je nou nog vragen? Check dan even onze andere video's, want ik heb al heel veel uitgelegd. Maar heb je nou een vraag die nog niet beantwoord is? Tel hem even hieronder. Dan gaan we binnenkort gewoon weer een Q&A doen.